De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname. En zij moeten er profijt van hebben. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een instructiemeeting met de directie en RVC van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht SBB. Minister Diana Pokki van Grondbeleid en Bosbeheer, die ook aanwezig was tijdens dit onderhoud, is het eens met het staatshoofd. Het is bekend dat... En het is ook productiemiddel, begrijpt u? Dus een, als hout wordt geëxporteerd, dan moet de juiste registratie plaatsvinden. Maar we hebben gemerkt dat heel veel rondhout illegaal het land uitgaat, met alle gevolgen van dien, dus dat daarvoor daar inkomsten, begrijpt u? Dus we zijn voornemens om dan de controle op te voeren. Er komt een, gisteren is, ik denk namens de, door de minister van Financiën, en de vliegende brigade geïnstalleerd. En we zijn ook voornemens om, om meer controle te doen bij onze verschillende controleposten van SBB. Toch meer boswachters trainen, zodat zeg maar agressiever die controle doen. De bewindsvrouw legt verder uit dat de meeste rondhoutsoorten naar Azië worden geëxporteerd. Pokki zegt dat er een bedrag van $23 miljoen aan hout wordt geëxporteerd. Echter blijken er discrepanties te zijn in wat er wordt geregistreerd aan export. Daar hebben we toch wel wat onregelmatigheden geconstateerd. Cijfers klopten niet met een, we hebben vergelijking gemaakt. Met internationale cijfers en we hebben gezien dat een internationale organisatie aangeeft hoeveel hout vanuit Suriname geëxporteerd wordt en die cijfers bleken dan niet te kloppen met een, de cijfers gepresenteerd door SBB. We hebben toen klad ingesteld, dus dat onderzoek is gaande. We kijken even, als het een beetje lang duurt met klad, dan zullen we dan een accountant inhuren om dan het onderzoek te doen. Minister Diana Pokki van Grondbeheer en Bosbeleid. We spraken haar gisteren in het kader van de instructiemeeting die gehouden is met de directie en de RVC van SBB samen met president Santokhi.